Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video van mij, van Karien van Blondie Beauty Fashion. Mocht je mij nog niet kennen, welkom. Ik zou het super leuk vinden als je deze video leuk vindt om je te abonneren op mijn kanaal. Dat doe je door hieronder te klikken en natuurlijk even te liken als je deze video leuk vindt. En ik weet dat ook heel veel mensen kijken en niet geabonneerd zijn, dus mocht je een video leuk vinden, zou ik het fantastisch vinden als je toch wat abonneren. En je kan de meldingen ook aan en uitzetten. Dus of dat je meldingen krijgt als ik een nieuwe video plaats. Of dat je daar niks over hoort. Ik zou het ook leuk vinden als je dat ook doet. Maar goed, hè, misschien is dat een beetje te veel gevraagd. Ik maak video's. Ik probeer dat elke zondag te uploaden. Om 6 uur 's ochtends voor de vroege vogels. Maar het lukt niet elke week. Maar goed, mocht je me nog niet kennen, er staan genoeg video's online. Want ik doe dat al wat jaartjes. Vandaag, ik weet niet, dat is met mijn hoofd, maar het wil niet. Dat heb je wel eens van die dagen, dat je denkt, ik wilde eigenlijk voor een beetje een natuurlijke look gaan vandaag. En toen keek ik een tijdje later in de spiegel, dacht ik, nee, ik weet het niet. En toen dacht ik, ik doe er nog wat bij. En toen dacht ik, nee, ik weet het ook niet. Dus het is zo'n dag, doe je niks aan. En toch ga ik het hebben over make-up. Want jullie hebben misschien laatst wel mijn video gezien over het inpakken voor vakantie. En ik ga nog een keertje op vakantie, of eigenlijk een soort van half vakantie. Deels ga ik werken en zijn mijn ouders met de kids. En deels ben ik ook met de kids. En Sven ook, dat heeft te maken met dat wij gaan verhuizen. En dat wij onze vrijdagen hard nodig hebben straks voor het klussen. Dus we konden niet echt meer weg, maar we vonden het toch heel fijn voor de kids. Om gewoon nog even lekker in de natuur ook te kunnen zijn. Dus we hebben een soort mix gedaan. Samen met mijn ouders, die dat ook heel gezellig vonden. Dus ja, een soort van iedereen, voor iedereen fijn. Ik hoop voor mezelf dat het niet te lekker weer wordt. Zodat ik het niet al te moeilijk vind om daar te gaan zitten werken. Maar ik hoop voor de kids natuurlijk dat het fantastisch weer is. En dat ze lekker kunnen zwemmen. Het is gewoon in Nederland. Maar toch nog even lekker een weekje weg. En dan heb ik natuurlijk make-up nodig. En dat heb je in de vorige video niet gezien. Want in de vorige video gingen we een weekje weg. Toen waren we ook echt vrij. Dat is nu dus niet het geval. Maar ik ga hem natuurlijk dan juist ook opmaken. Omdat ik ook gewoon digitale overleg heb in die tijd. Dus make-up die meegaat. Dus ik dacht, ik ga het even delen. Ik heb het in een tasje zitten van Stradivari. Het is al een oude collectie. Maar volgens mij hebben ze nog steeds wel toilettasjes. Ik vond dit gewoon een heel fijn formaat. Niet te groot, niet te klein. Ik ga er maar gewoon random dingen uitpakken. Als eerste mascara. Deze gaat altijd mee op vakantie. Dit is de Maybelline Lash Sensational Waterproof. Super fijne waterproof mascara. Die wimpers mooi volume geeft en separeert. Maar vooral heel erg waterproof is. Dus ik ga ervan uit dat ik ook nog ga zwemmen met de kids. Want we zijn er ook dagen dat ik niet hoef te werken. Dus ja, weet je, dan gaan we zeker het water in. En dan smeer ik deze op mijn hoofd. Want ja, hè, toch een beetje mascara vind ik altijd wel fijn. Dus dan gebruik ik deze. En op de dagen dat ik niet ga zwemmen gebruik ik altijd eerst een gewone mascara en dan een waterproof. En de gewone die ik nu gebruik is de Maybelline Sky High. Ook van Lash Sensational. Maar dit is dus echt een lengtegevende mascara met ook een wat dunner borsteltje. Die andere heeft een meer gevormd borsteltje. Allebei siliconen borstels, dat is gewoon waar ik heel erg van hou. Deze vind ik prima, maar niet de beste mascara op de planeet. Maar deze vind ik echt, zeg maar, als volume of als deze vind ik dus echt als waterproof mascara helemaal top. Nou, om een of andere reden wilde ik niet pakken. Ja, dank u. Deze vind ik dus als waterproof mascara helemaal top. Ik ben wel weer even op zoek naar een mascara die echt je wimpers niet alleen, zeg maar, als in volume maakt mooi waaierig, maar ook net even wat meer vol. Als in dat het wat dikker is. Want die Sky High geeft op zich ook al volume. Alleen die maakt ze niet heel dik of zo. En ik hou ook wel van dikke wimpers, begrijp ik. Goed, ook voor de wimpers. De wimperkrullen kan niet zonder. Deze van de HEMA gebruik ik 100 jaar. Tenminste, niet deze, want ik koop af en toe nieuwe. Want op een gegeven moment dan doet dat... Ja, is dat kussentje of verdwenen of doet het niet meer? Komt er nog met heel veel herrie voorbij. Gestept, denk ik. Dan een kwast. En waarom gebruik ik deze? Dit is de Armani, geloof ik. Een Armani kwast. Ik weet niet waarom. Met mijn bronzer. En waar is mijn bronzer? Die zit hier. Deze. De Body Shop Honey Bronze Bronze in de kleur medium matte. Een hele fijne bronzer. Deze. Mooi honingstructuurtje erin. En die gebruik ik bijna elke dag. Tenzij ik ga voor... Ik ga het gewoon even uitsmakken. Deze combi. Dit zijn nude sticks. En ik heb er 3. Ik heb een bronzer, een highlighter en een blush.
De bronzer die heet Bondi Bay. De blush die ik nu mee heb is Poppy Girl. Ik heb nog een andere. Ik weet niet hoe die heet. En Hey Honey is de highlighter die ik gebruik. En ik vind het super fijn voor op vakantie om heel snel even een beetje een lekker luchtig zomers lookje te maken. Dus dit is dan de highlighter. Hele gewoon prima champagne kleurige highlighter. De bronzer. Die is gewoon fijn mat. Niet te... Je kan hem echt zeg maar gebruiken als bronze en shape. Hij is niet te oranje ondertoon zeg maar. Dus die gebruik ik om te shapen en een beetje te bronzen. En dan ga ik er deze kwast, de sculpting brush van Makeup Revolution. Nee, zo. Real Techniques. Het duurde heel lang dit. Real Techniques overheen. En dan doe ik dezelfde met dezelfde kwast en de blush, zodat het allemaal lekker een beetje blendt. Dus de Poppy Girl. Ik heb nog een wat meer roze persiekleur. Deze is iets donkerder. Maar dat vind ik wel leuk, want die kan je voor, ja, 's ochtends en 's avonds zeg maar gebruiken. En dan daaroverheen de highlighter. En ik gebruik dat dan ook een beetje op mijn ogen en wherever. Ik vind het een super fijne combi. Dus of ik gebruik gewoon bronzer en dan een blush. Dan kom ik zo. Of ik gebruik dit leuke trio. De blush die ik mee heb. Oké, die heb ik er niet in gedaan. Puntje van aandacht. Is mijn all-time favorite brush van Be Creative Makeup. Het make-up merk van Issy Paris. En dat is de kleur 03 Precious. Een hele mooie persikachtige kleur. Vind ik super fijn. Gebruik ik eigenlijk... altijd. Tenminste, dat is niet waar. Ik gebruik heel veel soorten blush. Ik heb ook heel veel soorten blush. Maar dit zijn eentje die ik eigenlijk altijd meeneem op vakantie. Niet vergeten nog in te pakken. Dan mijn lievelingshighlighter. De MAC Soft & Gentle Mineralized Skin Finish. En dit vind ik een hele fijne, mooie champagne highlighter. Die gebruik ik dus als ik mijn poederproducten gebruik. Nou, dan heb ik natuurlijk ook concealers nodig. En iets voor op mijn hoofd. Wat hier niet in zit, wat ik in mijn andere toilettasje heb zitten, is zijn de Honey Bronze Bronzing Drops. Ook van de Body Shop. Ik was even in lichte paniek, omdat ik dacht dat ze uit de collectie gingen. Maar volgens mij hebben ze alleen een nieuwe verpakking gekregen, dus dat scheelt weer. De Honey Bronze Drops gebruik ik eigenlijk altijd in de zomer, omdat deze die ik ook al graag in de zomer gebruik, is dan net iets te licht. En door die bronze drops wordt dan net een beetje... meer bronzy. Je kunt ze ook gewoon los op je gezicht smeren. Je kan er dus alle foundations gebruiken. Maar ik gebruik ze graag met deze. De Bare Minerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream. Dit is een hele fijne lichte basis. Met een hele basic coverage. Geeft gewoon even net dat fijne egalere gevoel. Zonder dat je dicht geplamuurd bent. Super natuurlijk. Dus deze gebruik ik sowieso heel graag in de zomer. Gebruik hem ook in de winter. Maar in de zomer. Maar dan combineer ik hem dus met die bronzing drops. En voor een beetje extra glow. Want daar houden we allemaal van. De Dior Backstage Glitters. Highlighter. Hoe heet dat ding? Face and Body Glow. En deze geeft gewoon een hele mooie glans. Eigenlijk maak ik een mixje op mijn hand. Dan doe ik dus. Ja, ik smeer dit ook. Ik breng het allemaal aan mijn vingers. Dus ik doe dit er een beetje op. Dan een beetje van deze er doorheen. En nog een druppeltje van die brons. En dan zo. Hop, hop, hop. Klaar. Super fijn, maar dan heeft de mens natuurlijk wel een beetje concealer nodig. Bij een pukkeltje gebruik ik dan de Estée Lauder Double Wear Stay in Place Flawless Wear Concealer. Ik heb hier de kleur 2C Light Medium Cool in. En ja, deze gebruik ik eigenlijk voor onzuiverheden. Ja, die heb je wel eens. Hè? Bijvoorbeeld nu heb ik ze. En wat ik altijd heb is donkere kringen onder mijn ogen. Ook als ik goed slaap, is gewoon een beetje mijn hoofd. Daar gebruik ik de Radiance Reveal Concealer voor van Bourjois. En ik heb hier de kleur Ivory van, dat is de lichtste kleur. En ik ben heel bang dat deze eruit gaat, want er stond... Ik koop hem eigenlijk altijd bij Douglas en ik heb hem nu echt in viervoud besteld. Ik weet niet meer ergens anders. Maar bij de Douglas stond niet meer leverbaar. En toen ging ik een kleine paniekaanval. Dus als iemand weet wat hiermee aan de hand is, let me know. Want dit is echt mijn lievelingsconcealer. Als je zegt, ik heb ook een goede tip voor jou, laat me vooral weten. Ik zoek echt een beetje een hydraterende concealer. Want ik heb hele droge huid onder mijn ogen. Dus als ik bijvoorbeeld deze erop zou smeren, word ik niet blij. Dat wordt een groot krakelé gebeuren. Dat wil niemand. Echt een beetje een oplichtende, fijne concealer. Hoeft niet super dekkend te zijn, maar wel dekkend genoeg om een beetje die wallen weg te werken. Maar
Je mag wel zien dat ik nog dat ik huid heb. Maar goed, anyway, je snapt mijn punt. Als je een fijne tip hebt voor een concealer, laat het me even weten. Dan, wenkbrauwen, of curls. Ik heb ze nu niet geverfd, maar bijgetekend. Maar in principe, vlak voor ik op vakantie ga, verf ik ze. Dus dat ga ik ook nog doen. De avond voor vertrek, even lakje erop en dan een beetje epileren. En dan zit ze eigenlijk de hele vakantie goed. Maar je hebt soms wel eens zo'n kaal plekje of zo dat je denkt, hier moet ik even een streepje zetten. Dan doe ik dat met de NYX Professional Makeup Micro Brow Pencil. En ik heb de kleur taupe. En deze heeft aan de ene kant een spoelie en aan de andere kant, waarmee het eigenlijk zo? Borsteltje. En aan de andere kant een heel dun puntje waarmee ik dan even bijteken. Maar wat ik ook als ik verf wel nodig heb, is de NYX Control Fit Eyebrow Gel. Deze, ik moet hier echt even nieuw bestellen. Ik durf het bijna niet te laten zien. Het is echt zo ranzig. Het is een soort van helemaal verkleurd door mij. Dus hier moet ik even een nieuwe van doen. Hij is nog niet helemaal op, maar ik heb hem echt al heel lang. Ik weet niet dat het nog heel lekker is. Dus die gebruik ik voor mijn wenkbrauwen. Voor een avondje uit wil ik nog wel eens iets zwaarder opmaken. En dan gebruik ik natuurlijk oogpotlood en oogschaduw. Deze, de L'Oreal Infallible Gel Crayon 24 Hour Waterproof Eyeliner. In de kleur Back to Black. Gewoon een hele simpele zwarte eyeliner. Tenminste, die ik niet als eyeliner gebruik. Maar boven mijn ogen of in mijn waterlijn. Waarver ik hem zet. Of als ik juist weinig make-up op doe, maar ik wil toch een beetje definitie, dan doe ik alleen een heel klein beetje hier zwart, maar dat doe ik dan niet met zo'n heftige gel liner, maar met een potloodje uit het jaar Kruik. Ik weet niet eens waar die van is. Ja, er staat Vitacel op eyeliner, maar goed, dit is gewoon echt een koolpotloodje, weinig spannends aan en dat vervaag ik dan, hallo, en dat vervaag ik dan met dit sponsje aan de achterkant. Dat is eigenlijk vooral voor dagelijks juist heel weinig op heb. En dan voor oogschaduw, of curls. Ja, daar wist ik eigenlijk een beetje mee. Maar ik heb nu, wilde ik deze meenemen van Nikki. Dit palet, want dit heeft gewoon eigenlijk allemaal fijne natuurlijke kleuren. Dit is het Natural Glow Eyeshadow Palet. En ja, weet je, hier kan je gewoon zoveel looks mee maken. Gewoon een basic lookje voor overdag. Of wat meer glam look voor 's avonds. Super fijn basic paletje. Natuurlijk een pincet. En ik heb ook altijd een satéprikkertje mee. Of cocktailprikkertje voor de wimpers. En dan nog een blushkwast. Een spiegeltje. En de MAC 217 blending kwast. En deze Morphe. Je kan het nummer nooit meer lezen. Het is volgens mij iets van M422. Een platte oogschaduwkwast. En dat is het. Dat is alles wat ik meeneem aan make-up op vakantie. Voor de een zal het misschien veel zijn, voor de ander weinig. Dit is voor mij precies genoeg voor dat ik er alle kanten mee op kan. Van een heel lekker basic zomerlookje tot full glam voor een avondje weg. Ik hoop dat je het leuk vond te zien. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken. Ik ben heel benieuwd wat jij graag meeneemt op vakantie qua make-up. Let me know hieronder in de comments. En ik zie je heel graag heel snel bij een nieuwe video. Doeg!